Docenten, studenten, willen jullie hier naast elkaar staan, alsjeblieft, hier naast elkaar. Ja, het is heel leuk. Hey. Dat we straks zo'n 20 tot 30 minuten bezig zijn. Daarna even 5 minuten rust nemen, 5 minuten pauzeren en dan verder gaan. Jongens, kleren aan. Ja. Wat vinden jullie van al die Nederlanders? Oh, heel leuk. We doen het al sinds 2004. Dus ja, we zijn het zo'n beetje gewend elk jaar. Heel leuk. We ervaren het als heel leuk. U doet mee met het project Samenleven doe je zo. Ja. Wat vind je van die project? We vinden het heel leuk. Elk jaar die jaarlijkse ontmoetingen, bepaalde thema's die we voorbereiden. En de kinderen vinden het ook heel leuk om leeftijdsgenoten vanuit Nederland te ontmoeten en samen een weekje op te trekken. Wat leren ze van elkaar? Nou, een van de doelen van het project Samenleven doe je zo vanuit de Nederlanders is dat ze komen kijken hoe wij hier met elkaar omgaan. Kijken hoe het ook in een Surinaamse schoolsituatie is, een dagje in een thuissituatie en zoveel mogelijk tussendoor van elkaar oppikken. Hoe gaat u met elkaar om dan? Een beetje meer ontspannen, een beetje vreedzamer dan misschien in andere landen, heb ik begrepen. Heel leuk, heel vredig, heel vriendschappelijk in ieder geval. Ik ben al bijna een dag hier, of twee dagen. Ja. Ik zie veel armoede hier. Ja, Suriname is... We horen niet tot de echt rijke landen, ook weer niet tot de heel arme, we zitten daar echt zo'n beetje tussenin. Er is inderdaad wat armoede en dan heb je weer een grote groep die het iets beter heeft, maar zo is dat nu eenmaal. Zie je dat verschil tussen Nederlandse jongen en Surinaamse jongen? Die zien dat, hè? Merk je daar wat van? Dat het verschil is tussen die twee jongeren, uit het westen en uit... Zoals ze nu zo samen met elkaar bezig zijn, zie je haast geen verschil. Het zijn gewoon jongeren die lekker op het sportveld met elkaar bezig zijn. Zo zie je haast geen verschil tussen ze. Ja, als je de achtergronden echt goed gaat bestuderen, dan zul je wel de verschillen zien. Maar zoals ze nu gezamenlijk rennen in de zon en achter de bal, merk ik geen verschil. Gewoon jongeren die een lekkere tijd hebben. Ja. U zei net, we zijn goed met verbindingen leggen. Joodse mensen, christenen, moslims. Ja. We hebben daarmee problemen in de Nederlandse samenleving. Ja. Wat voor advies zou je ons geven? Nou, u noemde Joodse mensen, Nederlandse mensen, misschien Turken of moslims. Bij ons letten we niet zozeer op het geloof van de mensen. We gaan gewoon vriendschappelijk met elkaar om en we proberen elke geloofsovertuiging van een ander te respecteren. Als je naast een moskee woont, dan weet je dat je bepaalde rekening daarmee houdt en bepaalde dingen doet of laat. En zo gaan we vriendschappelijk met elkaar om en vieren we met de anderen ook hun feestdagen. Iedereen zo'n beetje bij van elkaar en met elkaar. Dus dat is een succesformule? Tot nu toe gaat het wel. Ja, het lukt wel. Kom. Hallo, ik ben Shalom. Ik kan niet slaan. Bojana, abafu met mijn door vierde hand. Papaya. En de zon doet het. De zon doet het verschrikkelijk, maar ik kan niet meer slaan. Maar wat vinden jullie van die Nederlanders dan? Ze kunnen het. Ja, ze kunnen het. Ze kunnen heel goed spelen. Ja? Ja. Wat kunnen jullie nou van hun leren? Sportief blijven. Ja? Ja. Ja. En in niet? Conditie. Nee, dat zijn we wel. Maar de zon is tof. Ja. Wat zou je nou heel graag van hun willen weten, van Nederlanders? Hun leefgewoonte. Wat nog meer? Tira. Hun manier van sport en spel. Ken je hun Nederlands, weet je? Nee. Nee? Nee. Ik heb wel familieleden daar, maar kom jij ooit naar Nederland? Ik hoop het. Ik wil graag daar gaan. Het komt wel.
Maar na mijn middelbare diploma wil ik daar zo verder gaan studeren. Om rechter te worden. Ja, je Rochelle. Succes. Wat zei u? Wat zou je heel graag van u willen weten? Een leefgewoonte. Hoe ze in Nederland wonen. En nog een paar andere dingen. Want ik kreeg wel een paar vassen naar mijn huis. Dan zal ik ze vragen stellen. Oh, ze gaan bij jou logeren? Nee, gewoon thuisbezoek. Voor een hele middag. Oh, dus ja. Je hebt al een beetje planning gemaakt? Ja. Zal ze vragen stellen. Met ze wandelen. Maar wandelen, waar ga je dan? Wat zei u? Wandelen, wandelen. Ja, gaan ze wandelen. Dan gaan ze overal brengen waar ik kan. Maar heb je wel eens wat van Nederland gehoord? Of, Ja, ik heb wel over Nederland gehoord, maar ik ben nooit naar Nederland geweest. Zou je wel willen? Ja, heel graag. Waarom? Waarom? Hoe moet ik het zeggen? Moet ik me aan doen motiveren? Ja. Kom Nederland een keertje. Ik wil zien hoe ze daar zo leven, hoe die plaatsen in Nederland zijn. Want ik zit wel via televisie, maar ik ben nog nooit geweest. Dus zou ik wel een keertje graag naar Nederland willen gaan. Hier is heel veel armoede, hè? Wel, toch wel, maar in alle buurten. Ja? Je hebt wel van een paar mensen die het niet kan permitteren met bepaalde dingen, schoolspullen voor hun kinderen. Maar in bepaalde buurten is het wel goed. Gaat het wel, maar armoede is wel een beetje in Suriname. Ik zag ook gisteren bibliotheek. Wat zei je? Bibliotheek in je school. Ja. Is van Stichting Samenleving Duurzo. Is dat een goed initiatief? Ja. Je kan heel veel boeken uitlenen. Ja, je kan heel veel boeken uitlenen om te lezen. Bepaalde boeken zijn van Nederland, Nederlandse schrijvers en zo. Oké. Is goed. Dank u wel.